Stefano Bierfried, beter bekend als Paquito, blijft voorlopig nog in de Santa Bomba gevangenis, waar hij vastzit vanwege zijn bijdrage aan de demonstratie op vrijdag 17 februari. Rechtercommissaris Meester Elgin heeft het verzoek van de advocaten van Paquito om hem in vrijheid te stellen afgewezen. Aanvankelijk dacht het publiek dat het iets te maken had met de COVID-regelgeving in Suriname. Maar dat klopt niet. Dat berust op een vergissing. Er zijn andere redenen. Ik heb dat artikel daarna wel gelezen. En gezien dus dat er kennelijk een misunderstanding is. Omdat het verzoek van de advocaten tot de invrijheidstelling van Stefano Bierfried niet is afgewezen om een reden gerelateerd aan de wet uitzonderingstoestand COVID-19. Ik denk dat men zich vergist heeft over de wijze hoe dat is opgenomen in die beschikking. Dat is een soort van standaardformulering in de beschikkingen van de rechtercommissaris. Dus als de mensen daardoor in paniek zijn komen te verkeren of dat ze in de war zijn geraakt daarover, ik kan te verzekeren dat de overweging van de rechtercommissaris niet gelegen was in die sfeer. Blijf onze nieuwsflitsen volgen om op de hoogte te blijven van het nieuws dat jou aangaat.